school heeft een kant, lagere school. Ja. We zijn ook nog een andere kant. Heren, mag ik u even storen? We zijn al gestoord. Ja? Oh, jee. Hartstikke gestoord. Ik ben... nou, laten we het toch niet erger maken. Ik ben Maria van Boekelen van We Are Change. We zijn heel erg benieuwd. Waarvan? We Are Change. Oh, en waar is dat? Nou, We Are Change is een mediakanaal. Dat is mondiaal. En wij proberen er zoveel mogelijk vragen te stellen die burgers bezighouden. Dus... Oké, ik zal het graag van u beantwoorden, mevrouw. Nou, fantastisch. De vraag die ik u graag wil stellen is van... Wij zien dat de VVD het partijprogramma, de geuniformeerde diensten, met name de politie, wil uitbreiden met BOA's en met particuliere beveiligers. Wat is de reden daarvan? Wat is de opbrengst? Wij denken dat behalve de agenten ook anderen die daar aan gerelateerd zijn, dat die ook een goede bijdrage aan de veiligheid kunnen leveren. Ik denk dat het belangrijk is om die verhoudingen met die anderen dan goed te regelen. En daar zijn wij voorstander van. We denken niet dat de politie moet uitwaaieren over allerlei andere diensten. Maar we denken wel dat er met een aantal andere groepen goede samenwerking mogelijk is. Als er goede afspraken over gemaakt zijn, goede regels voor zijn. Zij kunnen ook een belangrijke bijdrage aan de veiligheid leveren. En daar willen we hen graag toe in staat stellen en de samenleving van laten profiteren. Is het een bezuinigingsmaatregel? Wij bezuinigen niet op de politie. Wij brengen altijd extra geld naar de politie. Oké. Denkt u dat de burger dat ook veilig ervaart? Want in Rotterdam bijvoorbeeld zijn er nogal wat issues, hè, rond BOA's en particuliere beveiligers geweest. Ik weet niet welke issues er precies spelen op dat punt in Rotterdam. Nou, dat mensen daadwerkelijk in elkaar geslagen zijn ten onrechte, rechtszaken. Dus men is een beetje bevreesd over de kwaliteit van de handhaving. Nou, een goede handhaver, iemand die gerelateerd is aan de overheid, die slaapt niet in elkaar. Het enige wat je doet is zo weinig mogelijk en gepast geweld gebruiken als het absoluut noodzakelijk is. Maar het in elkaar slaan kan nooit aan orde zijn. Dus dat zal niet gebeuren met de BOA's en de particuliere beveiligers? Die worden adequaat gescreend, goede criteria? Het mag niet gebeuren. Het is wel gebeurd natuurlijk, hè. Er zijn veel politiemensen die nu al last hebben om in de context goed te functioneren en om goede keuzes te maken. Politieagenten? Ja, politieagenten. Ik denk dat politieagenten zijn natuurlijk mensen die ook fouten maken. En er zijn ook mensen die wat minder functioneren zoals het overal is. Maar de politie is de belangrijkste organisatie voor de samenleving. Heel veel mensen doen daar geweldig werk. Ik ben echt vol bewondering voor diegene, de politieagenten die echt in de vuurlinie van de samenleving staan. En waar heel veel mensen van afhankelijk zijn voor hun veiligheid. En als daar mensen zijn bij de politie, individuen die eens een keer wat minder functioneren of fouten maken, ja, dan moet dat gecorrigeerd worden. Oké, gecorrigeerd. Laatste vraag. Laatste vraag. Nou, ik vind ook echt een vraag voor u, want u loopt al jaren mee. We zijn heel erg benieuwd naar de informatie die zich gedeeld wordt op Bilderberg. Er zijn een aantal prominente VVD-leden en PvdA-leden, maar laten we het vandaag over de VVD hebben. Die zijn er regelmatig aanwezig geweest. Wij zijn als kiezer razend geïnteresseerd, zeker vanuit het VVD-perspectief, wat daar besproken wordt. Ik heb geen idee. Ik ben er nooit geweest. En ik heb ook niet het idee dat je iets mist als je daar niet bent. Er zijn een aantal mensen bij elkaar die het zinvol vinden om met elkaar belangrijke onderwerpen te bespreken. En daar is helemaal niks op tegen, denk ik. Daar is niets op tegen, maar ze vertegenwoordigen een politieke partij. Dus wij zijn geïnteresseerd of daar ook wat transparantie tegenaan kan. We hebben als VVD geen vertegenwoordigers op de Bilderberg-conferentie. Die hebben geen vertegenwoordigers. En deze mensen die vertegenwoordigden daar niet de VVD onder andere. Frits Bolkestein, Dokters van Leeuwen, Nelly Smit-Kroes. Die vertegenwoordigen niet de VVD. Ze brengen ook geen VVD-standpunt in? Nou, ze brengen hun standpunt in en het zijn prominente VVD'ers. Maar ze vertegenwoordigen daar niet de VVD, zo werkt dat niet. Kijk, wie de VVD vertegenwoordigt, die wordt aangewezen door de VVD. Maar als je aan een Bilderberg-conferentie meedoet, ja, dan doe je dat op persoonlijke titel. En ik ben blij dat er ook mensen van ons bij zijn. Maar als ze er niet bij zouden zijn, zou ik toch goed vinden. Ik denk dat het geen zin heeft om dat te overschatten. Maar ik denk dat het dat je de VVD'ers die daar zijn, dat je die echt moet zijn als mensen die er op persoonlijke titel aan meedoen. Persoonlijke titel. Geen transparantie dus over inzage op persoonlijke titel, al zijn dat wel. Ze mogen zo transparant zijn als ze willen. Kijk, als ik een bijeenkomst organiseer, dan is het aan mijzelf om te bepalen of ik dat wel dan niet met anderen deel. En als de Bilderberg groep besluit om het niet te doen, vind ik het goed. En als ze besluiten om het wel te doen, vind ik het ook prima. Vindt u het prima? Wij horen het graag nog meer over. Dank u wel. Dank u wel voor uw tijd, hoor, heren.